Hallo mensen, jullie zien nu een logo in beeld wat binnen een paar seconden verdwijnt. Oh yeah. Maar heb je ook gelezen wat er stond? Ja, er stond mijn skin met plugins in zijn handen. Want hij vond het lekker om vast te houden. Begrijp ik niet, maar oké. Okay. Wat is deze serie nou? Zoals jullie misschien aan de naam horen, ook al zegt de naam niks en maakt hij ook geen geluid. Deze serie wordt een plugin serie. Hierbij ga ik leuke plugins bespreken die je in een bucket server kan vinden. Oké, nu even serieus. Hier ga ik dus plugins bespreken die je in een bucket server en zo kan doen. Als jij een bucket server hebt en wil leuke plugins erin, nou dan heb ik hier een paar wat handige, leuke en stoere en domme. En als jij geen bucket server hebt, dan heb je misschien een vriend wel die een bucket server hebt of zo. Of heeft niemand een bucket server die je kent, dan kijk je dit voor de lol, omdat je bent geïnteresseerd in de plugins die er in de pluginwereld zijn. En zo is het weer rond. Oké. Nou, vandaag, we gaan er elke keer doen we er 2. En ik heb de shader mod, dus dit bugt een beetje. Ja. Maar we doen er elke keer 2. 2? Ja, 2. En deze keer, dit is de span van mijn server voor, ja, waar ik een beetje bezig ben. Daar is, laat ik jullie ook nog wel zien. Oké, ja, doe het elke keer 2. Nou, ja, welke moet ik doen? Ja, dat is een beetje aan jullie ook. Ik slaat in de reactie achter welke ik moet gaan doen. Ik heb er voor vandaag heb ik er al 2 uitgekozen. Maar laat voor in de volgende episode. Als je deze video kijkt en je bent Nederlands. En je weet een plugin. Of je denkt van, hey, is er een plugin waarbij je met vleugels kan vliegen? Is er een plugin waarbij je in een vliegtuig kan zitten? Zeg het gewoon tegen me, dan zoek ik hem op. En dan, ja, is hier misschien wel. Nou, dus slash plugin. Oh nee, dit is er helemaal niet. Nee. Nee, nou, dan moet ik de naam zeggen. Nou, laten we maar beginnen. De eerste doen we deze plugin. En dat is de NPC plugin. En ja, doe je slash NPC create. En dan bijvoorbeeld Vox. En dan doe je slash NPC look. En dan kijkt hij naar je. Vet stoer, hè? Zo, wow. En doe je slash nog een keer MC look. En dan vriest hij. Ik kan hem niet crit. Ja, je kan hem wel criticallen. Je kan hem dus. Het is dus echt een poppetje. En dan doe je. Kijk, en nu neem ik even heel veel goede spulletjes in mijn handen. Zo, doe je slash NPC equip. En doe je zo. Tuk. En dan werkt een boog. Ja, een boog werkt. En doe ik, klik ik erop. Oh, zo. Klik erop. Heb ik alles terug. Nou, doe ik alles weer aan. En dan hou ik hem even voor nu zo. Nou, stil. En dan doen we weer NPC Luke. En dan kijkt hij naar me. En als ik dan wil vechten met hem, dan ja. What the? Maakt niet uit. Oh, wat een rot NPC. Hij krijgt een boog. Veel stoerder. Nou, je kan hem ook laten lopen. Maar ja, het zijn een beetje korte afleveringen. Dus als je gewoon deze plugin zelf wil, kan je gewoon nog filmpjes kijken waar ze echt duidelijk helemaal worden uitgelegd. Maar het midden review, korte reviews. Nou, doe ik nu NPC remove. En dan gaat hij weg. Dan doe ik even slash CI. Dan gaat je inventory leeg. Maar dat is op zich niet zo boeiend. En dan nu de volgende. Daar heb ik eigenlijk iemand voor nodig. Maar ik heb deze NPC's. Want daar werkt het ook bij. Nou, wat doe je? Wat je doet is slash fart. Dan bam! Ze kijken allemaal opeens naar elkaar. En als je in de chat leest. Dan staat hier zo. Ja, in de chat. Jullie zien mijn muis niet. Maar Fox is laat een scheet. En dan zegt Fox zelf. Oh my gosh. Dat stinkt. En Crosser zegt. Ja. Ze zeggen allemaal dingen. Die vies zijn. En wat zij soort van in beeld krijgen. Is soort van dat ze niks meer kunnen zien. Helemaal zwart. Nou, ze zien wel alleen deze 2 blokjes. En de blokjes die er omheen staan.
alles zwart en het hele beeld beweegt zo. En ja, ja. Ja. En ja. Dat was deze ook een hele korte aflevering. Maar het zijn ook korte afleveringetjes. Linkje. Heb je ook een plugin die ik moet gaan reviewen? Zet hem in de reacties. En dan kan ik hem reviewen. Heel kort, omdat het moet. Omdat het moet van YouTube. Want YouTube vindt het leuk als we korte afleveringen doen. Want heeft hij minder werk, weet je wel. Nee, maar YouTube houdt ervan. Zal ik je de echte reden vertellen waarom ze zo kort zijn? Nou, er is geen echte reden. Hey, je bent een diehard als je deze episode hebt afgekeken. Dan ben je een echte diehard. En een diehard. Wow, nu voel je opeens cool, hè? Ja, ik sluit hem af. Goed? Is dat goed? Wow, check die knijfwapentjes. 3, 2, 1. Nee, ik ben nog niet gestopt. Koetjes.